Hey, wat leuk dat je weer kijkt. Ik heb weer de steak en dat is deze. Dit is de gevlochten puffsteak. En je haakt hem zo, maar je kan het natuurlijk ook zo laten zien. Het lijkt alsof het allemaal gevlochten is. En hier ga ik jullie uitleggen. Ik heb hier een flinke bol met garen en een haaknaald 5. We beginnen eerst met een losse ketting. En dan moet een meervoud zijn van 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je doet even een klein stukje. Maak je werk zoals jij, zoals jij hem wil hebben. Wat we dan gaan doen. De eerste lus op je haaknaald die telt niet mee. Dan gaan we in de vijfde steek vanaf de naald. Dus dat is 1, 2, oh, wacht even hoor. 1, 2, 3, 4, 5. In de vijfde steek gaan we een stokje haken. En 1 lossen. En nu gaan we de puffsteek maken. En dat doen we in de steek voor het stokje. Dus hier heb je stokje in gemaakt. En in deze steek doen we de puffsteek. Ik ga hem doen met 5 keer omslaan. Je kan hem ook met 4 keer doen of 6 keer. Ligt een beetje aan jouw garen. Dus ik doe 1 keer omslaan. In de steek voor het stokje doe ik mijn haaknaald. En ik haal een draadje op. Het ziet er dan zo uit. Mijn tweede omslag. In diezelfde steek. Ik haal een draadje om. De derde omslag, in diezelfde steek, ik haal een draadje op. De vierde omslag, in diezelfde steek, ik haal een draadje op. Mijn vijfde omslag, in diezelfde steek, en ik haal een draadje op. Dat betekent in mijn geval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 lusjes op de haaknaald. Draad om je haaknaald. Je haalt ze alle 11 heen. Dan krijg je dus hier je puffsteek. En je doet 1 losse om hem vast te zetten. Dus dan heb je eigenlijk om dat stokje heen hebben we dus de puffsteek gemaakt. Als je goed kijkt zie je dus dat hier zit de puffsteek en hier zat dus dat stokje. Dan gaan we 1 steek overslaan en in de volgende steek haken we een stokje. En 1 lossen. En dan gaan we dus in de steek die we overgeslagen hebben, hier, haken we weer de puffsteek. Ik doe hem dus met 5 omslagen. Dit is 1. In de steek voor het stokje. Je haalt een draadje op. Mijn tweede omslag. In diezelfde steek, je haalt een draadje op. Deze kost heel veel garen, dus ik heb eentje wat meer werkdraad nodig. Oké. Okay. Dan doe ik mijn derde omslag. In diezelfde steek, je haalt een draadje om. Je vierde omslag, dezelfde steek, je haalt een draadje op. En mijn vijfde omslag, in diezelfde steek, je haalt een draadje op. Ik heb weer 11 lusjes. Draadje om je haaknaald en je haalt ze door alle 11 lusjes heen. Die zijn er vast met 1 vaste. Nou, hier zat dus je puffsteek in. Dit was waar je stokje in zat. Slij weer 1 steek over en doe je weer hetzelfde. 1 stokje. Nou. 1 losse. En in de steek die we overgeslagen hebben, doen we weer de puffsteek. Ik heb 5 keer steeds omgeslagen. Als je het lastig vindt, telt dan eventjes al je lusjes op je haaknaald. Zo, allemaal heen. En met 1 vaste zetten we hem weer vast.
Oké. Hier had dus de puffsteek gemaakt. En hiervoor, voor daarna bedoel ik, zat dan het stokje. Dus dat betekent dat we één steek overslaan en in de volgende doen we weer een stokje. En in de steek die we overgeslagen hebben, daar doen we dan weer de puffsteek. Zo, en dan haal je zo alle lusjes heen en is er vast met één vaste. En in de allerlaatste steek, daar doen we één stokje. Zo. Het kan zijn dat je werk een klein beetje krom gaat lopen, maar dat komt straks echt wel goed met de andere steken die we er bovenop gaan maken. Zorg ook wel dat je begin niet al te strak hier de losse op zet. Dan gaan we toer 2 haken en dit is wat we alleen maar gaan herhalen. Je haakt 3 lossen, je keert je werk. En wat we net dus steeds deden, je slaat de steek over en in de volgende doe je een stokje. Het lijkt dan hier dat je denkt van nou die moet ik dan overslaan en hier, maar nee, we gaan in de ruimtes werken. Dus dat betekent de eerste ruimte hier slaan we over en in de volgende ruimte gewoon erin. Dus hoeft niet per se door deze 2 lusjes heen, maar het is het mooiste als je gewoon in deze steek hem doet, haken we 1 stokje hier en dan ook weer 1 losse. En in de ruimte die we overgeslagen hebben, daar doen we dan weer de puffsteek. Ik doe dus de puffsteek met 5 omslagen. Je kan hem dus met meer of minder doen, net wat jij mooi vindt of hoe dik je garen ook is of als je garen dunner is. 1 omslag in die ruimte. Je haalt je draadje op. Tweede omslag in dezelfde ruimte, je haalt je draadje op. Derde omslag in dezelfde ruimte, je haalt een draadje op. Vierde omslag in dezelfde ruimte, je haalt een draadje op. Vijfde omslag in dezelfde ruimte, je haalt een draadje op. Draadje om je haaknaald en door alle lusjes heen en dan 1 losse. Wat we dan gaan doen. Deze ruimte sla je over en in de volgende ruimte ga je een stokje haken. Plus 1 losse. En dan gaan we in deze ruimte die we overgeslagen hebben hier, gaan we weer een puffsteek haken. Zo, ik heb 5 omslagen gemaakt. Draad om je haaknaald door alle lusjes heen. En 1 losse. Zo zie je dat de puffsteek gaat eerst die kant op en nu gaat hij die kant op. Nou, deze ruimte slaan we weer over. En in de volgende ruimte doen we weer een stokje. En dan plus 1 losse. En dan wat garen erbij. Oh, garen erbij pakken. Ik denk wel dat dit gewoon best wel veel garen vreet. Dus je hebt wel wat meer bolletjes nodig voor het project wat jij wil maken. Nou, dan gaan we in de ruimte die we overgeslagen hebben, daar gaan we weer de puffsteek haken. Ik ga hem even iets sneller doen, want ik ga ervan uit dat je hem nu wel een beetje kan. Je kunt ook altijd de filmpjes terug spoelen, stopzetten. Vertragen enzovoorts. Oké, kijk, je weet dus dat je, ik heb dan 1, 2, 3, 4 puffsteken. En ik heb er nu dus 1, 2, 3. En dan zie je dat ik hier nog 1 ruimte over heb. Je moet het een beetje uit elkaar halen. Van het begin. Hier. Daar gaan we dan, deze sla je over. En hier gaan we dan een stokje haken. Dan zou je straks denken, joh, even, kom je maar uit. Maar dat komt echt wel goed. In een steek ervoor haken we weer een puffsteek. Je moet een stokje haken plus een losse. Vergeet dat dus echt niet. In die ruimte ervoor haken we weer een puffsteek. Zo.
met 5 omslagen gedaan. Heb ik 11 lusjes op mijn haaknaald. Draad om je haaknaald en haal er alle lusjes heen. En dan 1 losse. En dan gaan we in diezelfde steek waar we net een stokje hebben gehaakt. Waar we dus daarna de puststeek deden. Haken we weer een stokje. Zodat de zijkantjes straks mooi recht gaan lopen. En dit gaan we alleen maar herhalen. Ik ga nog 1 keer laten zien. Deze toer herhaal je dus steeds. 3 losse om te keren. De eerste slaan we over. En in de volgende ruimte haken we een stokje. Plus 1 losse. Vergeet dat niet. In de ruimte die we net overgeslagen hebben, daar haken we de puststeek. Je haalt je draad door alle lusjes heen en dan 1 losse erbovenop. Zo blijven ze mooi bij elkaar zitten. Die slaan we over en in de volgende haken we een stokje. Plus 1 losse. In de ruimte die we overgeslagen hebben, doen we weer een puffsteek. Zo, draad om je haaknaald, haal er alle lusjes heen en dan 1 losse erbovenop. Even wat garen erbij pakken. Deze steek slaan we over. En in de volgende steek doen we een stokje. Plus 1 losse. De steek die we overgeslagen hebben, doen we weer een puffsteek. Haal je draad door alle lusjes heen. 1 vaste, of 1 losse erbovenop. Zoek dan even weer naar die ruimte hier tussen. Daar doen we een stokje. 1 losse. En in de ruimte die we overgeslagen hebben, doen we weer een puffsteek. Haal je draadje om je haaknaald door alle lusjes heen. 1 losse. En ook weer in die laatste steek haken we een stokje. En zo blijven je randjes ook mooi recht. Zo maak je dus de gevlochten puffsteek. Lekker voor een sjaal of een kool of zo. Dat is natuurlijk lekker dik. Dekentje voor de winter ook heerlijk. Kussenhoes zou ook nog kunnen. Doe er dan wel een mooi stofje achter. Want er zit toch wel wat gaatjes in. Nou, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!